Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wasparfum.nl. Vroeger toen de lucht nog schoon was en de seks nog vies was. Nou, moest je van de zolder afkomen? Oh, hartstikke. Je mag een dag uittrekken. Gemergen. Oh, gemergen. Gedag. Hoe is het met je? Goed, hoe is het met jou? Hoe is het met jou? Komt ie weer. Hoe is het met jou? Nou, goed. Het is wel verschrikkelijk dat een meidje met de groentjes over de avond moet normaal gaan te zien. Nou, en dan? Had je nog gemerkt? Ja. Droog? Nee, rustig. Nou, even droog. Maar de handelaar ging altijd in de peuk in de container gooien. Oh, in de prullenbak. In de prullenbak, dus die was even al verfikt. Dan moet je even mijn zullen verrijsbak gieren. En dan zeg je, mag je huisbak pas leeg de volgende dag. Maar ruikt dit zo lekker? Ruikt dit in een zwitsel? Oh, dat ben ik zelf. Ja? En dan wie doet dan? Als je Zwitser ruiken, dan is dat de geur van een kaars zien van bij mij is. Want ik ben dus gistermiddag te duren te best. Nee, gisteravond, maar we gingen even maar eten. En ik had zo'n kaarsje, kom van de Jumbo. Mm-hmm. Nee? Wat is die nou gekocht? Kruidvat? Ik weet het niet meer. Gewoon zo'n rondje. Ja. En ik heb er zelfs een installatie in huis. Die zucht de schone of die zucht de vieze locht uit en blast de schone locht uit. En dan kwam het nou mijn huis in, en dat er in de bij mij een bakken was. Maar ik heb wat lekkers mee. Ik heb wat gekocht. Voor als je zeg maar, daar geen vorige dat je dan niet. Dan zit je toch altijd een beetje te knaken en dat jongeren en maar niks lekkers mee. Dan wil je geen brood smeren voordat je vorige hond. Wat is dat voor rotzooi dan? Nou, kijk, een milkshake. Nou, een maaltijdvervanger. Maar een gezonde. Daar lik je op. Healthy fat girl. Wat proeft dat nou dan? Chocomelk. Dat is echt lekker. Wat hebben we niet voor ongelokken? Oh, dat ruikt echt lekker. Ja, deze is het lekkerst. Oeh. Oh, dat is wel lekker. Maar dat kan ook niet hangen als het dik is, want er zitten allemaal voedingsstoffen en weet je nog. Kijk, ik heb ook vanille. Hoef ik dat nou niet maar te eten? Volgens mij is het banaan. Wat een meis. Oh, is dit niet zo banana? Banana! Banaan. Dat is de poppie. Ja, banaan. Hey! Moet je banaan? Nou, ik zal even proeven. Oeh, dit is wel erg bananig. Ik vind ook die chocomel het lekkerst. Maar dit proeft echt naar banaan. Het is ook of smaak banaan. Banaan. Maar heel sterk. Als je hem op hebt, dan zit je 4 uur vol. Is dat zo? Echt wel. Dan stop ik nou, want ik moet nog een hapje zitten zo bij de bowling. Kun je weer bowlen? Ja. Lekker op bowlen. Bowlen? Espel? Nee, we gaan dan naar. Ja, maar. Hoe heet het dan nou? Wolvenga. Nou, we moeten opschieten met ons roentje, want anders is het donker. Nou, even de rest nog wat meer maakt op de brand nou. Nou, nee, niet echt. Ons fabriek het ook werken, dus ik kan niet veel doen. Hier? Hier ben ik. Ik had een paar tien zo de dag. Leuk. Aardig leuk. Aardig leuk. Wat is dit? Een ei. Wat zit hierin? Wat is dit? Dat is een hond. Ja. En wat wil ik? Een hond. En wat wil je? Een hond. En wat wil je? Geen hond. Ach, wat? Zet er nou een thee voor. Zit er niet voor te kijken anders. Lekker? Eerlijk. Maar ik zit nou al vol. Zijn er ook eiwitten in? Ja, 26. Of... Vertel... Wacht even, ik heb zelfs... Er zitten 26 eiwitten in. Pak je telefoon. Ja.
Nee, geweldig. Dat stond er nog op. Laat mij eens kijken. 26 gram, denk ik. Glutenvrij, dat is top. Oh, dat is ook wel aan. Voor ik zal even kijken. Ja, dat kun je tegenwoordig niet meer zongen. Alle flamenk water. Is eiwit een eiwijp? Allemachtig, joh. Dit is ook weer goed te sporten. Eiwit is, vetten, toch sporten? Koolhydraten. Eiwitten, 6,8 gram, dat is best een bult hoor. Niet in mijn, wat zit erin? Geld. Geld, niet erin. Moet ik nog storten. Oh, ik kan zoiets wel opdrinken, dan kan ik de hele dag op fruit. Als je versneld is een uur genteerd hè. Oeh, Erik. Oh, ik heb vuur aan. Ik heb vuur aan. Ja, dat weet ik ook wel, maar de eiwitten. Nou, jullie denken dat jullie vuur aan hebben, dat is aaitaanden heen. Maar ik kwam altijd nog gewoon van rechts hoor. Waarom zou we geen pannenkoekenskip in de avond erin leggen? Oh, ik zat van de week vuur dat ik in Amsterdam zat, want ik zocht zin in pannenkoeken, maar toen ben ik mij niet Dunky Donut verdaagd. Dat is toch leuk voor kinderen? Ja, maar weet je wat het probleem is? Dat is allemaal hartstikke leuk, maar je als elke kinderen in een restaurant te zien. Dat is waar. Dan slopen ze die boot. Ja, en een vreemde gaat niet tussen urkers in zitten. Daar kun je niks ophangen, want dan wordt alles vandaag al verrokt. Dat is wel ook leuk bezig voor feestjes en zo. Weet je wat er wel zo binnen? Hier op de haven zo'n pop-up pannenkoekcarousel in de winter, zo'n week of vieren. Dat zou wel leuk zijn. Dat zijn geen zolden aan de dik. Dat wel, want dat ben je gewoon bedrijven. Ja. Oh, zullen wij dat doen? Als dat dan net zo'n succes wordt als dat bekje, wat we toen zouden beginnen. Maar ja, gelukkig al gegeven dat nou doen. Nou, je redt toch een pannenkoekskip. Nee, dit ben Oekraïners, kat. Dat is wel leuk, weet je. Dat is niet mee. Nou, dat zegt er nog wel knap uit, ook dat bootje. Ja, wat dachten jullie dan? Die vuurder was wel. Die vuurder was wel verschrikkelijk. Dat wou je die mensen. Nee, dat was zo'n gevangenis. Ik snap niet dat is dat dan wel een verschrikkelijk mens. Dit is nog wel te doen. Zat je dat ook voor een wiebelen binnen? Een bietje. Die storm is trouwens aardig voorbij. Gisteren was het wel aardig penibel. Wat een bier. Hoe? Hij neemt de rondjes niet meer aardig, letterlijk. Zullen we even met 31 km per uur heen? Dat is een oud mens in. Maar dat geeft toch niet? Ja, dat is Rien's stuitje. Nou ja, ik rij zelf ook altijd niet zo hard over de haven. In ieder geval, die rijdt met 50 over de haven. Dan denk ik, nou, dan heb je geen rondje te doen. Hoe raar, er rijdt nou 10 kilometer gewoon. Hey, wist je trouwens dat Mathilde en die vriend dat ook over is? Nou, dat las ik toevallig. Wat is dat? Dat sting op Instagram. Wat? Ja, hè? Ja. Dat las ik toevallig op internet, ja. Hé, hey, maar dat is wel een beeld ruimte weg zo, als ze dit dan hebben boven, of niet? Hoe bedoel je weg? Er is, nou, een, meter, er is een meter bij opgekomen. Eerst zat die bovenverdieping er niet op. Oh, toch, dat doet de winkeltjes dat ook zomaar hier dit leeg. Ik zat dan met een zaakje met een begin. Nou, ik ook. Nou, ik begin geen zaakjes. Maar, dat is zo leuk, schattig, toch? Zou je nou zo'n beking kunnen doen? Ja. Nou, dat is altijd geen vergunning op zich. Weer een tip. Maar dat las ik op internet. Ja, nou ja, lullig. Voor de lui. Ja, maar dat lijkt me ook wel lastig. Ik vond dat is het al aardig knap. Weet je wat er is? Dat met Teun zien jonger een camera is het toch hangers. Dat is heel simpel. Ja, nou ja, kijk, Teun had nog een verkeering. Jullie hadden gewoon snel een kind. Hè? Dus dan... En een kind dreef je uit een kanger in plaats dat je naar een kanger toe groeit. Iedereen denkt, als je niet kinderen kregen. Nee, als je kinderen kreeg, wordt je relatie helemaal op de proef gesteld. Is dat zo? Echt wel. Dan heb je meestal iets vooral met een baby. Want dan ben je nog hormonaal, dus dan jank je melke flaps kiet. Is dat zo? Ja, dan ben je een terror. Nou, dat was je ervoor ook al. Nee. Nee, maar dat is echt zo. Als je een kind samen kreeg en een babytje, dan beginnen de... Ah, voor zo'n jongen ligt dat wel lastig. Ook. En waar woont hij dan? Ik zou het niet bieden. Vaart wordt verder. Maar kijk, dan moet je ook elke keer brengen en om. Dat is zo'n geknaak. Als je dan gewoon allebei op werk moet. Ik denk als hij een weekend dat kind heeft, dat hij gewoon op werk is, denk ik. Zou het niet. Hij had toch niet bij je moeder op de kind passen, neem ik aan. Ja, waarom niet? Ze bent goed uit een kanger. Dat is niet, je bent gewoon goed uit de kanger, maar ook niet zo goed. Want dan kun je zo bij een kanger blijven. Oh ja, als je niet bij een kanger past, maar je bent er wel een beetje moos. Ik heb dat toch maar met sommige exen. Maar dan moet je toch ook nog bij een beter mee als voor de tijd. Dat werkt toch niet? Dat werkt niet. Moet je nog een zalm met de zalmautomaat? Nou. Toch zit er niet al te veel in. Of zou je dat expres doen? Nee, dat is niet expres.
Nou ja, het is wel beter dat ze nou... Oh, Jirk. Oh, hij mag je niet in je zin. Hij rijdt natuurlijk in een verkeering. Ik was al bang dat ik er natuurlijk in riep. Geef mij nou eens een beetje van die chocomel. Zeg, het is wel beter dat ze voor dat kind nou al gewonnen. Dat kind nooit echt door een kaart duur had. Van de chocomel of de jangeren? Dat kind nooit duur had dat ze bij een kanger waren. Ja, ja, dat weer niet goed. Tegenwoordig is dat toch allemaal anders dan vroeger. Hè? Yep. Ik had dat ik vroeger op school zat, ik had er niemand in de klas die gescheiden ouders hadden. I know. Gerrit, er ging er eens een keer in zijn vader of moeder met zijn school dood. Dood? Ja. Dood. Toen mocht je worden er gewoon in de klas zegt je mag het maatje of het jongen je niet aanspreken daarover. Dat wordt gewoon verboden. Ja, dat was vroeger. Vroeger was alles langer. Vroeger toen de lucht nog schoon was en de seks nog vies was. Dat hoorde ik van. Die hoorde ik van de week. Dan denk ik, wat een goeie. Dit is een koude kacht, hè? Nou, het is maar al... er staat al een drechtlijn voor, zie je daar. Het is al beige. Wat zouden ze doen? Zou er een kelder over komen? Wat zouden ze nog doen dan? Dat is een leuke verre man met dat erkertje. Ik zo'n kasteeltje, hè? Ja. Nou, ze mij benamen wat ze daarvan maken. Het zal gerust mooi worden. Laat ja, dat maar, maar schuiven. Laat dat maar over aan Ko. Je kunt zeggen wat je wil, maar ze wel smaken. Echt wel. Maar kijk maar hoeveel volk of een trouwfoto's bij je maakt. Nou, als wij een trouw maken, er ook foto's. Dan moet je dat wel eerst netjes vragen. Zelf. Maar dat mag ik wel van koop. Als wij gewoon trouwen, zeg. Als ik zou vroeger nog bijna koers komen zien worden, maar ja, draait op niks suffen zelf. Echt wel hoor? Oh, ja. Met de zuur van mijn dochter. Met Grietje. Hou op. Toen ging ik met mijn Grietje op date. Nou, vertel. Hoe was je toen? Nou, ik denk een jaar of 1920. Echt hoor. Op donderdag, ah, ging mijn Grietje naar de avondje, haalde ik er ook op. Verschrikkelijk, als ik er dan aan denk. Toen moest ik bij komen aan de tafel, kreeg ik ook een glaasje in cognac. Of wat of het ook was. Fijne scoop. Met zo'n karaffie, weet je wel, was maar niet gezellig. Ik kon hem al met haar heen, maar ja, het zat er niet in. Hé, ook met haar poes. Dus, nee, vanzelf niet. Oh. Jawel, ik weet het niet maar. Moet er even een andere vraag. Op haar hoofd. Toen zegt Kootje, kom maar in de groet, nee, dus... Toen denk ik. Maar volgens mij wist ik het toen al dat ik van de verkeerde kant was. Dat lijkt me logisch als je niet het idee. Nee ja, zo maak je hier wel wat meer. En dat is wel grappig, want later denk je daarover na. Dan denk je van, wat ik daar zo in is truc, nou, om dat allemaal te verbergen. Ik heb het nooit gehoord. Ja, niet met je 15 in de kaas komen, maar... Hier is een groen van de verkeerde kant. Beutnerk is dat weer... Dat is iets erks, dat kan hier nog gewoon. Dat is heel leuk. Ja. Eigenlijk ben ik de grootste homofoob die er is. Echt wel. Mijn moeder wil geen hond hoor. Echt wel. Nee. Ze wil wel kriel. Ik denk heel de tijd alleen. Ze wil wel kriel. Ja. Nou, die wil ze vooral niet. Echt niet. Kriel is de rest van de hond van alle. Ja, en die zal erop moeten wuppen. Ja. Nou ja, dat vind ik me niet leuk. Echt wel. Dat vinden we er echt niet. Echt wel. Waar zit je naar je tong uit te steken en je ding bedankt? Nee. Ja, ja. Ik kan je wel doen. Kleurgezicht eronder. Nee, kleur jong gezicht eronder met chocolade. 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 Je wil niet kuur hoor. Echt wel. Niet. Nou, dan ben de meeste zijn helden. Maar ik kreeg kuur. Ja, maar het is voor moeze geld. De meeste zijn helden. En dan hangen denk ik weer, oh, ik citeer het op haar. Dat ben ik gezegd hoor. Daarom loop ik met jou. Golddikketje van me. Ja. Do you feel the money? Golddikketje van me. Nou, ik heb maar het jou. Ja, als je vader moet door, ben je wel. Dat denk ik niet. Die maken alles op. Maar goed, wel op. Even over... Dat is wel lekker, want dan ruk ik naar chocomel en banaan. Heerlijk. Welke smaak ruikt je? De chocomel of de banaan? Nou, de chocomel overheerst. Vieze dood. We hebben gewoon lekker naar huis. Weet je waar ik zin in heb? Nou. Met een lekkere, vieze, ordinaire, vette hamburger. Weet je waar ik zin in heb? KFC.
Lekker die kippenpoel. Zo'n bakvol. Die kipstokken. Ja. Zo'n hele bucket. Zo'n leuk huisje. Ja, dat je dan op bent dat je dan zo misselijk als een dier bent. Nou, dat word ik nooit. Ik heb wel, want dat vette kippenvet. Mag dat, had ik bijna die pol te pakken. Zag je dat? Nou, je hebt al een pieper. Maar toch vind ik nou al dat ik ooit teruggegaan naar het oude dorp. Dat vind ik wel. Want als die omloop gewoon van mijzelf zou wezen, dan liet ik er boven gewoon verbouwen. Echt waar, want het is wel een mooi plekje. Maar ja, een normaal mens kan dat niet doen. Dat is heel simpel. Nee, dan moet je het ook echt dempen. We hadden nou van de weekend weer een gigantische stroomstoring. Nou, we konden om 9 uur dicht in zaterdag gaan halen. Echt? Ja, we konden niet. Ik was er zelf niet. Dus ik wel via de telefoon alles duren nemen. Ze kregen het niet voor een ganger. Ja, het was donker, dus dat wordt lastig. Nou, toen vanochtend tot ik het erbij best. Het overal naar stopcontacten opgezet. Ik kan wel weer eens informeren of ze niet willen verkopen. Voor toch trouwens een jarig in die vlog dat ik dat zie. Interesseert mij dat? Ah ja, ik dacht later niet dat hij... Nee, juist, dat vind ik juist hem leuk, hè, dat je er wel bij moet zeggen. Dat we dat doen, hè, jongen, dat het een echte barreborn is. Wij zijn gewoon echt een barreborn. Nou, hier zit hier wel de harde valk, hoor. Nou, die kunnen het net niet zien. Kom, en voor dikke je banden. Zie mijn mama ze. Dat is er net finaal, jongen. Ja, daarom. Waarom glipperen die dingen en zo? Nou, vind je gek. Zo cool. Ik heb Teun trouwens, ik kan het niet zien, maar we gaan hem even naar hem toe. Albert! Albert, je zit er toch aan? Oh, niet. Toch? Oh, een millimeter. Ja, die vaker ben ik ook zo verrekte klein. Ja. Nou, zo dan. Verdikke me. Waar stond ik op de stoep? Stoepboer. Nou, koffie wel. Ja, dan zit je nog niet vol van die milkshake. Nou, een bekje gaat er altijd wel bij. Koud. Oh, dat is meer een jas staan. Die ook achter in de auto legt. Hi. Moving quiet, Roentje. De zon toch net als onze week als waterfeest. Heb jij je vermaakt? Like, deel, reageer en abonneer.